Ja, ik ben Gert ten Hoven. En ik heb heel veel mooie dingen net al gehoord vanmiddag. Maar de realiteit is inderdaad ook dat er zaken wegvallen die we tot voor kort allemaal wel tot onze beschikking hadden. En een daarvan is vervoer. En ik weet niet hoe jullie hier vandaag gekomen zijn. Misschien, wie is er met de auto? De meeste denk ik. Fietsen ook. Fietsen. Openbaar vervoer. Ja, dan wordt het dunner. Regiotaxi. Eentje. Oké. Nou, dus veel van hier aanwezig hebben gelukkig beschikking over eigen vervoer. Maar dat geldt voor een groot deel van de inwoners van Ede niet. Want wat nu, ik hoorde Bert net zeggen, we bellen een busje. Maar wat nu als je in een rolstoel zit, of het geld niet hebt, of op een andere manier niet met eigen vervoer kunt gaan komen. Nou, kan een probleem zijn, maar ik denk vooral in oplossingen. Het is namelijk zo dat 80% van alle busjes, dat is landelijk onderzocht, stilstaat. En als je nou eens in Ede zou gaan tellen hoeveel busjes er zijn, personenbusjes, en hoeveel mensen er zijn die daarin kunnen gaan rijden, dan hebben we een enorm potentieel aan vervoer. We moeten het alleen gaan ontsluiten met elkaar. Ik werk bij Sierra ook en mijn collega Dominique meegenomen, die zit daar, die is planner. En die heeft veel verstand van logistiek en hoe je dat nu allemaal aan elkaar knoopt. Hij is in Druten bezig met het herschikken eigenlijk van al het vervoer. We hebben daar niet meer de busjes achter elkaar aanrijden, maar we zijn het aan het koppelen. Dat kunnen we in Ede ook gaan doen. Kan ik niet alleen, kan ik ook niet alleen met Dominique, maar dat wil ik graag met jullie gaan doen. En wat ik zoek zijn creatieve mensen, slimme mensen, doeners, mensen met verstand van misschien wel logistiek, maar ook mensen die busjes hebben of ze kennen of daarin kunnen rijden. En die met ons eens willen kijken naar wat gebeurt er nu allemaal in Ede en hoe krijgen we nu iedereen op de plek waar hij of zij graag naartoe wil. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat slim gaan doen, dat we dat kunnen gaan organiseren. Natuurlijk hebben we de regiotaxi en hebben we commerciële vervoersbedrijven, maar we hebben nog meer potentieel. En laten we dat gaan aanwenden om met elkaar mooie oplossingen te gaan bedenken. Hey, dankjewel man. Dankjewel.